De publieke verontwaardiging en afschuw was groot in deze zaak. Zelfs zo groot dat Kenneth Vermeer, toch een gelouterde voetbalprof, die, hoe cynisch dat ook klinkt, heel wat gewend is in Nederlandse stadions, aangifte heeft gedaan van bedreiging en belediging. De zwarte opblaaspop droeg een shirt met daarop de tekst Vermeer 1 en NSB. Verdachte zag de pop liggen, wist dat daarmee Vermeer werd bedoeld en heeft deze al voor de aanvang van de wedstrijd tot circa halverwege in de eerste helft aan een touw opgeknoopt laten hangen. Naast de bedreiging wordt de verdachte ook beschuldigd van belediging. Mede door dit spandoek met de tekst van Godenzoon naar Hoerenzoon. Dit kan natuurlijk niet los worden gezien van het feit dat Vermeer eind 2014 van Ajax naar Feyenoord is verkast. Hetgeen de fanatieke aanhang van Ajax als diep verraad ziet. En dan waren er nog deze teksten. Je moeder is een hoer, hoerenjong. Kenneth, je moeder is een hoer. Die werden weliswaar geroepen, maar justitie heeft onvoldoende bewijs dat die ook uit de mond van Ferdy T. kwamen. Al met al zijn de pop en het spandoek voldoende voor 80 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Ferdy T. verklaarde vandaag dat hij snapt dat Kenneth Vermeer zich bedreigd voelde door de pop. Maar hij zegt dat dat nooit zijn bedoeling is geweest. Hij wilde gewoon lollig doen. Het touw waar de pop aan vasthing was niet bedoeld als strop, volgens Ferdy T., maar gewoon om de pop vast te kunnen houden. De Ajax-supporter had al een 3 jaar durend stadionverbod van de KNVB gekregen. Maar justitie wil dat de rechter hem ook een strafrechtelijk gebiedsverbod voor de arena oplegt. Een strafrechtelijk stadionverbod vindt het OM heel belangrijk, omdat je daarmee ook een stok achter de deur hebt. Meteen kan optreden als openbaar ministerie als iemand dat stadionverbod overtreedt. Op 7 september doet de rechtbank uitspraak.